kan zijn dat er soms technische probleempjes op kunnen lopen of kunnen ontstaan. Mocht u die ondervinden, dan kunt u de internet met uw internetverbinding, dan kunt u gewoon even uit en weer inloggen. Ja? Het webinar wordt opgenomen. Dus u kunt dan later het een en ander wat u gemist heeft ook weer terug bekijken. We zullen daar via mail, of u mag het aanvragen via de mail, dan sturen wij dat even toe. Ja? Tijdens een webinar hebben we ook een aantal polls die we laten zien na de presentaties. En we vragen u graag om daar ook uw reacties op te geven. En dan kunnen we daar even snel met z'n allen doorheen gaan. Nou, ik hoop dat er ieder zijn conferentiebox heeft ontvangen, want het zag er geweldig uit. Ik hoop echt dat er ieder het heeft gehad en dat u al intussen wat heeft genuttigd eruit. Ik zou zeggen, doe dat natuurlijk tijdens de webinar, kunt u dat gerust ook blijven doen. Er zit een notitieblok in en een pen, dus voor alle aantekeningen die u wenst te maken, kunt u daar gebruik van maken. Ik wil u alvast heel veel plezier wensen bij deze webinar. We hebben natuurlijk een aantal sponsors die we willen bedanken vanmorgen. Allereerst Havenbeheer, de MAS en DP World Paramaribo voor deze mooie opportunity om vrouwen binnen de maritieme sector bijeen te brengen. Zeker in een tijd waar we nu in leven met COVID-19. Maar ook u die geregistreerd hebben, wil ik zich hebben aangemeld en deelnemen op dit moment aan de webinar, wil ik ook bedanken. Natuurlijk ben ik ook even nieuwsgierig om te weten wie we online hebben. Dus ik wil u vragen om in uw chatbox gewoon even aan te geven van welke organisatie u bent. Dan kunnen we daar ook nog even zien wie we allemaal vandaag online hebben. Neemt u daar even de tijd voor. Ik zie van CMA, mevrouw Murgia. Welkom. Mevrouw Rizzo Mardo, die ging even te snel. Van VSH zie ik, zijn er mensen die zich hebben aangemeld. Anuska Sonai van de Kustwacht. Mevrouw Wartes. Nou, het is een mooie groep mensen en zeer gevarieerd, zie ik. Geweldig, dank u wel nogmaals voor jullie aanmelding. Nou, er zijn een aantal mensen, zie ik, ja. Ook mevrouw Antonius, welkom van Organize. De dames Bromet zie ik ook. Mooi. Goed, laten we even snel doorgaan. Het programma voor vanmorgen. We hebben om de sponsoren gevraagd natuurlijk om u ook in deze webinar toe te spreken. En de eerste zal zijn mevrouw Kotzebue. Daarna volgt mevrouw Tosca Pinas. En we hebben een gastspreker. En dat is mevrouw Reina Kolf die ons tijdens deze webinar ook zal toespreken. Daarna is er de mogelijkheid van het stellen van vragen. En dan zijn we ook weer aan het eind gekomen van onze webinar. Alvorens ik het woord geef aan onze eerste spreekster, en ik zei het al, dat is mevrouw Kotzebue, wil ik toch eerst even met u meer vertellen over de twee organisaties die deze webinar tot stand hebben gebracht. De eerste was dus WIMAC. En WIMAC staat voor Women in Maritime Association Caribbean. Het is een regionale groep van vrouwelijke maritieme professionals die zich inzet voor het verbeteren van de prestaties, de participatie en bijdrage van vrouwen in de maritieme sector. Het doel is de ontwikkeling en deelname van vrouwen in de maritieme sector te stimuleren en bij te dragen aan de groei van de industrie in de regio. DP World for Women Networking Group. Deze bestaat zowel uit vrouwen als mannen die gedreven zijn om bij te dragen aan een werkcultuur van diversity en inclusion die vrouwen ondersteunt.
Het doel van het van DP World for Women Networking Group is een platform te zijn voor vrouwen binnen DP World. En waarbij de samenwerking met andere vrouwen in de maritieme industrie gestimuleerd wordt en vrouwen aangemoedigd wordt om hun carrière in deze sector succesvol voor te zetten. Dan zijn we nu gekomen aan het moment waarbij we onze eerste spreekster willen aankondigen. En ik wil u toch even iets meer vertellen over deze mevrouw Kotzebue Fleur. Mervel Kotzebue Fleur is general manager, ons general manager van DP World Paramaribo. En zij is een strategic and commercial minded senior executive met succes in improving business performance and profitability. Mevrouw Kotzebue is in augustus 2017 gestart bij DP World. En daarvoor, vanaf 2010 tot 2017, was zij general manager bij CMA, Group Shipping Agency in Suriname. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in verschillende sales en commercial management functies in productie, transport en logistics industries. Andere ervaringsgebieden van mevrouw Kotzebue zijn business development, change management en process improvement. Zij is in het bezit van een bachelor degree in business economics en afgestudeerd in master of business administration. Mag ik uw aandacht voor Mervel Kotzebue? Mervel? Dankjewel, Natasha. Goedemorgen, dames. Even een punt van correctie. Ik sta onder de naam van Sherry Frenkel. Dat is mijn is de management assistant. We hebben natuurlijk technologische issues, maar dat zal ons niet weerhouden om deze dag tot een succes te maken. Ik wil alvast alle dames bedanken voor hun participatie. Ja, we hebben net een nieuwe regering gehad en meneer Brunswijk zei zo mooi, het is een historisch moment. We zullen het niet zo groot zeggen, maar wel een milestone dat we gezamenlijk als vrouwen in de maritieme sector een webinar mogen implementeren. In principe was het de bedoeling dat we het live zouden doen, maar nogmaals vanwege de COVID-situatie hebben we dat niet zo kunnen doen. Echter juichen we de technologische ontwikkelingen toe, dus doen we het op deze manier. De dames, zoals ik zei, dank u wel. We weten allemaal dat de maritieme sector een hele drukke sector is en dat we tijd vrij moeten maken. Vandaar dat we ook vandaag de focus leggen op balance, inspiration en obligation. Dwars door onze drukke schema's heen maken we tijd om balans te vinden en toch een result-driven women te zijn in de maritime industry. Genoeg over balance. We gaan heel even naar DP World. Ja, wie zijn we? De mensen in de maritieme sector kennen DP World Paramaribo. We zijn onderdeel van een wereldwijde organisatie. En in Suriname zijn we op dit moment de grootste terminal operator. We hebben 2 terminals. 1 hier aan de Jules Setney Port en te La Vigilancia, waar we breakbulk operaties doen. Onze diensten zijn dus container project en breakbulk operations. We hebben storage facilities, roll-on, roll-off services, reefer monitoring. We doen ook wat in shore-based en oil and gas industry. En ook onze specialiteit is in handling van IMDG, cargo, gravel, klinker en hout industrie. Ja, waarom DP World for Women? We hebben als company hebben we een sustainability programma. Eigenlijk, wij kennen het onder de naam Corporate Social Responsibility. Maar voor DP World is dat sustainability. En als onderdeel van het sustainability programma hebben we wat we noemen een DP World for Women. En wat doen we als DP World wereldwijd? We empoweren vrouwen, supporten vrouwen en we waarderen en vrouwen globally in fact. Ja, in principe is het niet vanuit een vrouw ontstaan. Het is
ontstaan vanuit Dubai. De leader daar, Syed, heeft eigenlijk aangegeven dat vrouwen meer empowered moeten worden en leadership een rol moeten vervullen in principe Dubai. En toen is het uitgerold naar de andere werelddelen. Volgende. Wat doen we nog meer? We hebben het programma opgedeeld in 4 segmenten. Mentor her, listen to her, her story and invest in her. Binnen Deep World hebben we specifieke programma's gericht om vrouwen hoger op de ladder te brengen binnen Deep World wereldwijd. Er zijn mentorship programs, officiële coachingsprogramma's waarvan ik ook onderdeel ben. Maar intern hebben we ook dat wij als leiders, vrouwelijke leiders, andere vrouwen supporten om hoger op te komen op de ladder binnen Deep World. Listen to her. We laten vrouwen hun story vertellen. We luisteren, we supporten vrouwen in de community. Work, health en education is daarbij onze focus point. En ook dus we treden naar buiten om vrouwen te supporten en luisteren naar hun problemen en supporten als zodanig. Her story, we celebrate the women. We doen het op Women's Day en we hebben af en toe we reach out en we laten vrouwen dus vertellen wat hun story is binnen de corporate world. En we doen dan iets terug om de vrouwen daarin te supporten. En invest in her heeft te maken met een support system, groei in de industrie. Ook education en carrière mogelijkheden die we bekijken. En dat wordt actief gedaan binnen Deep World wereldwijd. Wat hebben we gedaan binnen Deep World Paramaribo? We hebben, zoals dit is een van de voorbeelden, een typisch voorbeeld. We hebben een webinar, we celebrate the International Women's Day. We hebben practices binnen onze company om gender equality te stimuleren. We volunteeren om vrouwen te ondersteunen in de maritieme sector. We hebben bijvoorbeeld met Women in Business iets gedaan. We doen dingen met Moederdag. We hebben ook interne campagnes waarbij we vrouwelijke employees vragen om hun verhaal te vertellen. En we bouwen een aan ons programma wereldwijd om global education en binnen global education proberen we dus vrouwen ook een boost te geven om binnen de maritieme sector carrière te maken. Ik heb persoonlijk een woord voor de vrouwen vandaag. En dat heeft te maken met persoonlijke pilaren, waarin ik in principe heilig geloof. Je bent als vrouw ben je op een bepaald moment gekomen. Je bent geklommen en bekleed een bepaalde positie. En dat is niet zomaar. En alle vrouwen die nu deelnemen, wil ik meegeven dat de plek waar je bent is niet zomaar. Het is een vanwege hard werken bent u hier vandaag. En iedereen heeft persoonlijke pilaren. Iedereen heeft een bepaald pad afgelegd om te komen waar hij is. Voor mij, sustain je in een male environment? Jullie hebben allemaal natuurlijk je eigen practices. Maar ik zeg, be guided by a vision. Waar je nu bent, hoeft niet, dat is niet het einde. Je start somewhere en you end somewhere. Maar heb een duidelijke visie waar je naartoe wil. In het traject van de corporate ladder als vrouw beklimmen, be a pro is ook mijn lijfspreuk. You need to be a professional. You need to be proactive. En met name positief, omdat als je geen positieve instelling hebt, dan denk ik dat dat een verloren strijd is. En natuurlijk, you have to have a spirit of excellence.
Als vrouw zal je iets harder moeten werken dan een man. En dat is niet om de mannen tekort te doen, maar je zal moeten laten zien dat je het kan. Met name in mannenberoepen zal je heel hard moeten timmeren aan de weg. Daarom zeg ik ook, never settle for mediocrity. En dat is middelmatig werk. Lever dat niet op. Lever het beste wat in jou zit. Lever dat op aan de company om te laten zien dat, hey, I'm in the game, ik kan het. En als laatste zeg ik van, in deze wereld, in de corporate world, genders complement each other. We don't compete. Alhoewel we weten dat er binnen de corporate world, dat je voor posities compete, but think about it. Man without women is nothing, and women without men is also nothing. So it's not a battle of the sexes. We say here in the maritieme industrie, om elkaar te complementeren. Ik wil een simpel voorbeeld geven als laatste, want ik denk dat ik over tijd raak. Toen ik binnentrad, en ik denk dat meerdere vrouwen dat kunnen aangeven, dan kom je op de terminal en dan zie je dat een heel simpel, sanitaire maatregelen voor vrouwen er niet zijn. Er wordt in taalgebruik ook geen rekening gehouden met vrouwen. Maar als je daar komt als vrouw, dan laat je een stukje soft skills zien. Je laat zien hoe het moet. Je laat de verruwing op de werkvloer, daar breng je een balans in. En dan zie je al heel gauw dat de werkplek heel stabiel wordt in de sens dat het schoner wordt, best practices. Dus nogmaals, als vrouw ben je daar om ook de man te educeren of om balans te brengen op de werkvloer. Dus nogmaals, vrouwen, don't underestimate your role and your responsibilities. Don't underestimate your influence, maar make it happen on the workfloor. Ik wil jullie als de sponsor heel hartelijk bedanken nogmaals en ik wens jullie een prettige en leerrijke webinar toe. Dankjewel. Hartelijk bedankt, mevrouw Kotzebue. Prachtige pillars als boost om ons staande te houden in een door mannen gedomineerde sector. Dus dames, ken uw waarde, zou ik kunnen zeggen. Nogmaals dank, mevrouw Kotzebue, voor de bijdrage aan het empoweren en het succes van vrouwen in de maritieme sector. Ik moet ook nog zeggen dat mevrouw Kotzebue eigenlijk de eerste vrouwelijke general manager is binnen DP World in Zuid-Amerika. Dus mooi. Thank you. Dan gaan we naar onze volgende spreker voor vanmorgen. En dat is mevrouw Tosca Pinas. Mevrouw Tosca Pinas is sinds juli 2008 werkzaam bij de Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, in de functie van Head Quality and Control. In deze functie is ze belast, onder andere met het opstellen van strategisch businessplannen, als ook het formuleren en monitoren van de Sustainable Development Goals. Gender is daar een onderdeel van. In april 2015 werd ze genomineerd voor de positie van Director Finance binnen het bestuur van WIMEC. Mevrouw Pinas is lid van het Nationaal Coördinatieteam van Suriname, die vanuit de International Maritime Organization audits begeleidt. Ze ziet zich thans samen met de andere leden van WIMEC dat de bevindingen van de audit worden afgehandeld. Sorry, dat is vanuit het IMO, doet ze dat. Ze draagt de titel van doctorandus in de economie en is ook coach-counselor. Ze is een veelbewogen vrouw en is mede vanwege haar werk en hobby's ook veel bezig met vrouwen en jongeren en het begeleiden van studenten bij het afstuderen. Daarnaast doseert ze en is ze ook met coaching en counseling bezig. De toekomst van WIMEC ziet mevrouw Pinas positief tegemoet, waarbij WIMEC een belangrijke rol zal spelen in de groei en ontwikkeling van vrouwen. Mag ik uw aandacht voor mevrouw Tosca Pinas? Ja,
Goedemorgen, hoort u me? Jawel. Je ziet mijn screen niet, hè? Ik ga even eruit moeten gaan, Teersa, en terugkomen. Oké. Als u dan even uw presentatie opzet. Ja. Mocht u in de tussentijd al wat vragen hebben ten aanzien van de presentatie van mevrouw Merfel, dan mag u dat sowieso in de chatbox alvast aangeven. En dan zullen we daar later op ingaan. En ik denk dat ik net gemute was, maar nogmaals een welkom aan degenen die er net bij gekomen zijn. En we gaan zo over naar de presentatie van mevrouw Tosca Pinas. Yes. Goedemorgen allen. Op de een of andere manier kreeg ik een schommeling in mijn internet, dus ik was daar niet actief. Teersa, u hoort me wel? Ja, ik hoor u. Gaat u gerust uw gang. Ja. Goedemorgen allen. Ik ben al geïntroduceerd geworden en ik wil u allemaal dan ook van harte welkom heten bij onze eerste webinar. En net zoals mevrouw Kotzebue ook al heeft aangegeven, is dit ook een mijlpaal. En dit zal dan ook dan niet het einde zijn, maar ik denk dat dit gewoon het begin is van wat we dan verder zullen doen. Onze thema voor die webinar is Balance, Inspiration and Obligation. En mevrouw Kotzebue heeft ook al aangegeven dat het gaat om die gender balance die we op een gegeven moment willen hebben binnen de maritieme sector. Dat is ook een van de redenen geweest waarom de Women in Maritime Association Caribbean is opgericht. Door vrouwelijke professionals, ontstaan vanuit en ondersteund door de International Maritime Organization. Waarom? Omdat op een gegeven moment bleek dat vrouwen niet zichtbaar zijn binnen de maritieme sector. En dat het overwegend nog werd gezien als een mannenberoepensector. En twee dames vanuit Jamaica hebben toen een paper geschreven over vrouwen binnen de sector in het Caribisch gebied. En in april 2015 werd WIMAC een feit. Als je kijkt naar onze motto, staat aangegeven dat we are charting the course for generation of women. En dat is heel belangrijk als wij eigenlijk van start gaan met iets. Dat we weten dat er dat we een bepaalde koers moeten zetten. En dat het niet gaat om ons alleen, maar dat het gaat om generation of women. Ik weet nog, ik ben vanaf het begin van deze organisatie erbij. En ik weet nog, terwijl we zaten na te denken over onze mission, vision, motto, dat een van mijn collega's uit Trinidad, dat ze op een gegeven moment aangeeft van wat willen we uiteindelijk met WIMAC bereiken. Wat zal onze motto zijn? We wilden daar niet een motto hebben die je eigenlijk zet plaats
en dat eigenlijk niet aangeeft wat je in feite zou willen bereiken. En zodoende zijn we dan gekomen op Charting the Course for Generation of Women. Als je ook kijkt naar het logo van WIMEC, dan is er ook een verhaal daaraan verbonden. De kleuren geven dan de kleuren van de sector weer, dus het water, golven. En daar gaat het om, je ziet dan ook een stuur. Als je boven kijkt, dan zie je eigenlijk twee dames. En deze tekening is ontworpen. We hebben toen gevraagd, er is een wedstrijd gehouden. En er is toen een winnares gekomen. En dat is het uiteindelijk ons logo geworden. En het is zo belangrijk als je kijkt naar het stuur. En in het stuur vind je dan ook dat die dames terug. Je ziet die vrouwen terug en je ziet ook onze naam terug in het stuur. Het is daarom belangrijk dat wij weten dat we dan binnen WIMEC, dat we are charting the course for the generation of women. Ook al zijn we er niet meer, want op een gegeven moment moeten we eruit stappen. Zo gaat het toe in het leven. Maar dan weten we dat we eigenlijk iets hebben gezet voor generaties na ons. Onze core values. Het gaat bij ons dat we integer zijn. We werken vanuit ethische normen en waarden. We zijn kwaliteitsgericht. We gaan voor transparantie. Teamwork. We werken binnen communities. We zijn dedicated en committed. We zeggen wat we doen en we doen ook wat we zeggen. En als laatste ziet u ook partnership. En dat is een van de zaken waarvoor WIMEC staat. Dit is ook het resultaat van partnership die WIMEC op een gegeven moment met Deep World is aangegaan. En dat we vandaag hier zitten om aan deze webinar dan deel te nemen. Onze mission statement is dat we willen ontwikkeling van vrouwen. We willen eigenlijk ontwikkeling stimuleren. En ook de participatie van vrouwen binnen de maritieme sector. En daarbij willen we dan een bijdrage leveren. Hoe doen we dat? Zoals Deep World, je zal zien dat heel veel van wat wij willen gaan doen, dat ook correspondeert met hetgene reeds is aangegeven door de general manager. En dat gaat om empowerment of women through capacity building. Belangrijk is dat we vrouwen willen gaan empoweren, maar hoe gaan we ze empoweren? En dat is door die capacity building. We willen eigenlijk alles dat te maken heeft met vrouwen. En ook binnen de industrie willen we ook op een effectieve manier gaan helpen oplossen. We willen gaan lobbyen om ook een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van wet en regelgeving, ook in Suriname. We willen ook werken aan mentorship. Networking, zoals als ook al aangegeven. We willen ook recognition of achievements among maritime women. Verhalen van vrouwen binnen de sector moeten we nu gaan vastleggen. Mevrouw Kutsenburg heeft het ook al aangegeven. Dat de verhalen wel worden verteld, maar ze worden niet vastgelegd. En het is belangrijk dat wij deze verhalen gaan vastleggen. Als je ook weer denkt aan onze motto. Dat generaties na ons zullen weten van waar wij komen. Want geloof me, na een paar jaren weet niemand meer waar ontstaan van WIMEC, a Deep World for Women, als we niet gaan vastleggen. En promotion of maritime industry, ik ga straks daar ook weer in. En die contribution to research and development to the maritime industry. En momenteel ben ik bezig met een onderzoek, met een student die ook gaat onderzoeken, in feite hoe de maritieme sector, hoe de vrouwen binnen de maritieme sector zich bewegen. En natuurlijk corporate social responsibility. WIMEC bestaat tegenwoordig uit 15 lidlanden en het staat ook open voor onafhankelijke lidstaten en territorium binnen het Caribisch gebied. Wat ik eerder aangeef, we zien vanuit, als we praten met jonge dames, ook dames die merk je dat als men praat over de maritieme sector, dat men vaak genoeg heeft over de seagoing kant. Terwijl er ook een land-based kant is vanuit de maritieme beroepen. We staan er vaak genoeg niet bij bewust. We staan er vaak genoeg niet bij dat er ook maritieme juristen bijvoorbeeld nodig zijn. Er zijn ook engineers nodig. Er zijn verzekeringsagenten nodig. Er zijn artsen nodig. Als ik bijvoorbeeld let op de maritieme sector, waar ik de maritieme maritime authority Suriname, MAS, waar ik functioneer, dan heb je bijvoorbeeld heren die varen, toch? Onze schippers bijvoorbeeld. Hebben ze bijvoorbeeld een bepaalde klacht, dan zullen ze worden behandeld als elk één.
Maar is er een arts, een fysiotherapeut, die bekend is met de sector, dan zal je ook anders kijken naar de klachten, symptomen van zij die in de sector werken. Dus vandaar dat wij ook promoten dat de land-based kant van de maritieme beroepen. En juristen uiteraard zijn dan ook nodig om te kijken naar de wet en regelgeving, zodat ik zoals eerder heb aangegeven. WIMEC, internationaal, nationaal, wij werken als eerder aangegeven samen met de IMO, de CSA, dat is dan de Shipping Association, de CARIMEPA, en overige national chapters. Ik zal daarop terugkomen. En nationaal werken wij dan, zullen wij dan gaan werken aan een national chapter. Als je kijkt, dan zal je zien dat foto's van vier dames. Onze goal voor 2020 is dat we een national chapter Suriname willen gaan opzetten. En waaraan zullen we dan letten? Als we kijken naar het opzetten van... Dan zie je dat vanuit de WIMEC, dat er al richtlijnen zijn vastgelegd. Die zijn in de guidelines for establishment of WIMEC National Chapter Non-Organization. En hierin is ook al aangegeven het minimaal aantal leden van de organisatie. De statuten, de database van de leden, rapportageplicht natuurlijk naar de moederorganisatie toe, de inschrijvingsformulieren, programma voor het launchen, lidmaatschap, of het nou individueel. Want WIMEC biedt de mogelijkheid dat vrouwen op individuele basis kunnen, een lidmaatschap kunnen aangaan, maar dat ook organisaties hun medewerkers kunnen laten registreren. En natuurlijk zullen we ook moeten gaan nadenken over de contributie. Teruggaan naar deze slide. Bij de oprichting is het belangrijk dat we gaan werken aan de statuten en het huishoudelijk reglement. En natuurlijk dan ook de lidmaatschap. Belangrijk voor ons is dat wij nu een focus hebben dat het tijd wordt dat we de National Chapter Suriname willen gaan oprichten. Wat zijn de voordelen van de lidmaatschap? Stemrecht. Kandidaatstelling binnen het bestuur van WIMEC. Ik ben vanaf 2015 tot 2020 was ik de director finance als eerder aangegeven. Thans wordt deze functie bekleed door een andere collega van me, Elisa Lila. Kijken. Zij is een van die dames hier. Ze heeft dan een witte hemd aan. En zij is nu onze director finance binnen WIMEC. Het bestuur van WIMEC. Dus die mogelijkheden zijn er ook voor het bestuur, voor om kandidaat gesteld te worden en ook gekozen te worden binnen het bestuur. Je krijgt dan stemrecht, studiebeurzen. Er is een World Maritime University en er zijn ook andere universiteiten binnen het Caribisch gebied die het mogelijk willen maken dat vrouwen studiebeurzen krijgen, zodat zij in feite dan kennis, ontwikkeling gaan opdoen, zodat zij ook eigenlijk te werk gesteld kunnen worden binnen het maritiem veld. Want we hebben professionals nodig. Zoals wat ik al eerder zei, als je kijkt naar de maritieme beroepen, is het van belang dat we ons ook laten educeren, zodat we ook weten waar we gaan staan. De mogelijkheid bestaat ook om te netwerken met elkaar. Want WIMEC zal uiteindelijk niet bestaan uit Maashavenbeheer en Deep World. WIMEC zal bestaan uit vrouwelijke specialisten van de maritieme sector. En zoals ik bijvoorbeeld bij de MAS zit, kan ik nu, en dat doe ik al, ik netwerk al met Havenbeheer. Ik netwerk nu op dit moment ook al met Deep World. En dat zijn ook die mogelijkheden die jij dan krijgt als je eigenlijk ook lid wordt van deze organisatie. Je kan ook deelnemen aan conferenties en trainingen. 2019 bijvoorbeeld heeft de IMO, IMO uitgeroepen tot het jaar van de Empowerment for Women. En er zijn diverse conferenties en trainingen gehouden in dit kader, waar vrouwen in feite volledige beurzen, sponsoring hebben gehad om deel te nemen aan conferenties en trainingen. En dat is wat eigenlijk wij willen gaan promoten.
hoe gaan we het doen? We willen in feite starten met de denktank. Waarom een denktank of een stuurgroep? Omdat het belangrijk is dat we eerst willen nagaan van hoe we zaken binnen Suriname willen gaan opzetten. We hebben de richtlijnen, de algemene richtlijnen zijn er, maar uiteraard is het ook belangrijk dat je voor jou als voor jezelf, maar ook als land nagaat van wat werkt dan het beste voor ons. En als we bijvoorbeeld kijken naar het juridische, statuten bijvoorbeeld, de manier waarop statuten in Jamaica worden opgesteld, is dan niet zoals de statuten in Suriname worden opgesteld. En daar hebben we dan specialisten voor nodig. En belangrijk is dat, u ziet mijn naam, u ziet ook de naam van mevrouw Marita Kram, en u ziet dat ook geïnteresseerden kunnen ook zich registreren. U ziet de link daar. U kunt zich registreren. Want belangrijk is dat we uiteindelijk gezamenlijk moeten gaan zitten nadenken over de manier hoe we deze chapter willen gaan opzetten. U ziet onze manager noticebeheer. U ziet onze eerste vrouwelijke schipper. Dames die allemaal werkzaam zijn bij de MAS. Je ziet manager infrastructuur en head security van havenbeheer. En je ziet waar we zijn begonnen. En ik wil u aangeven, dames, de maritieme sector biedt genoeg mogelijkheden voor elk een van ons. Wij willen balans brengen, genderbalans brengen binnen de sector. Het is niet de bedoeling dat we het gaan doen zonder de mannen, zoals mevrouw Kotzebue ook al heeft aangegeven. Maar dat wij ook als vrouwen weten dat er beroepen zijn die wij kunnen bekleden binnen de sector. Laat je scholen, doe mee aan opleidingen, registreer je, zodat wij gezamenlijk kunnen gaan nadenken en de voortgang van onze chapter kunnen gaan zetten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Tosca Pinas, ook voor uw bijdrage aan het empoweren en succes van vrouwen in de maritieme sector. Ik moet zeggen, ik hoorde net uw haan kraaien en het was bijna metaforisch om ons een wake-up call te geven dat we bewust een koers moeten gaan uitzetten samen. Geweldig, dank u wel daarvoor. Dames, het brengt ons naar een aantal polls die we graag met u willen delen. En u willen vragen om daar uw reacties op te geven. Dus we zullen alvast de eerste poll plaatsen. Empowerment is een instrument om een gendergelijkheid en gelijkwaardigheid te bevorderen. Ik wil u vragen om daar uw mening over te geven. En dan gaan we zo kijken naar het resultaat. Best in reacties al. Het gaat goed, we zitten op de 100%. Nog even en dan gaan we deze ook weer afsluiten. Ik zie dat er nog een paar mensen keuze maken. Ja, we zitten op 29 mensen die hebben aangegeven. Dus we zitten op 100%. Nou, zeker empowerment is een prachtige tool dat ons gegeven wordt om onszelf, maar zeker ook anderen, steeds beter te ontwikkelen. En de juiste keuzes te kunnen maken om uiteindelijk ook wat acties uiteindelijk over te kunnen gaan. Geweldig, dank u wel. We gaan naar de tweede poll. En die gaat over vrouwen en mannen. Zijn evenredig vertegenwoordigd als het gaat om de totale maritieme beroepsbevolking. Ook hierop graag uw reactie.
Ja, zijn er nog? Ja, ik zie dat we, als het gaat, dat er een paar mensen zeggen het is waar. En dat zitten we op 11%. Maar het gros zegt, 89% van de mensen zegt niet waar. Ik denk dat we met z'n allen daar een rol in vervullen. We zijn als vrouw het visitekaartje van onze organisatie. En wij moeten laten zien dat wij welke waarde we als vrouw toevoegen. En dan krijg je daarmee ook steeds meer vrouwen in deze sector, denk ik. Dus dames, we hebben wat te doen met z'n allen. De volgende poll. Wist u dat het Surinaams Maritiem Instituut maritieme opleidingen verzorgt? Graag ook op deze uw antwoord. Nou, mooi. Hier zien we dat een groot deel van u wel op de hoogte is van de maritieme opleidingen die verzorgd worden. Dat is 69% en 31% wist het niet. Ik ben blij daarom met de presentatie van mevrouw Tosca Pinas. En daarin heeft ze ook informatie gegeven, of eigenlijk de contactgegevens heeft ze gepresenteerd. En ik denk dat we in de chatbox de link hebben meegestuurd, zodat degenen die meer informatie willen, daar hun aanmelding kunnen doen. Of de informatie kunnen opvragen van de verschillende opleidingen die er mogelijk zijn. Dank jullie wel alvast voor het invullen van deze polls. Toch even weer de check. Hoe is het met de conferentieboxes? Genieten jullie daarvan? Ik zou zeggen, nuttig, zeker de lekkernijtjes die erin zitten. Dat betekent wel dat we daarna wel met z'n allen weer moeten gaan sporten. Dus fit for work moet ook weer aan de orde. Maar goed, het is genieten waard. Dames, de tijd waarin we nu leven, hebben we te maken met een new normal. En dat vraagt dat wij steeds meer gaan vertrouwen op ons innerlijk leiderschap. En doen aan self-care. Waardoor we weer meer kunnen genieten van de mooie dingen in het leven en op het werk. Dat gezegd hebbende ben ik nu wel erg nieuwsgierig naar wat onze gastspreker Reina Kolff stellig ons aan inzichten mee zal geven. Waarbij zij vandaag met ons heeft, het vandaag met ons heeft over balance in inspiration en obligation. Maar voordat ik dat doe, wil ik u toch even kennis laten maken. Zeker degenen die Reina Kolff niet kennen, wil ik iets meer vertellen over Reina Kolff. Reina is Senior Human Resource Potential Advisor. Sinds 2013 is zij oprichter van de Slight Edge Consultancy, ook bekend als TSA Group of Professionals. Zij is de Surinaamse partner voor de TMA, Talent Motivation Analyse Methode. Reina is facilitator van het Women Innovative Network in the Caribbean, WINC, als ik het zo mag uitspreken. Sinds 2015 is zij benoemd tot Surinaamse ambassadeur van de Women Entrepreneurship Day, waarbij empowerment van vrouwelijke ondernemers key is. 6 jaar geleden startte zij de BU the Movement beweging om mensen te motiveren om meer bewust te zijn van hun verborgen mogelijkheden. Zij is tevens schrijfster van het boek How to be Fearless, Fierce and Fabulous. Zij is daarnaast ook beeldend kunstenaar en oprichter van Domestic Pearls, waarbij ze Afrikaanse textieljuwelen vervaardigt. Zij creëert haar eigen balans vanuit een bio-gedachte. Balance in inspiration and obligation. Reina, mag ik jou vragen om ons te wauwen met je verhaal?
Dank je voor deze introductie. Ik ben erg blij om hier te zijn. Zeker na alles wat ik hiervoor gehoord heb. En heel wat informatie die voor mij ook heel verfrissend en nieuw was. Dus ik ben erg nu al erg trots op alle vrouwen die hier in deze sessie aanwezig zijn. En degene daarbuiten. Ik vind het gewoon geweldig. Mijn enthousiasme begon al toen mevrouw Kotzebue sprak. En zij heeft een aantal zaken aangegeven waar ik ook op terug zou komen. Dus dat als mijn introductie. Dank voor de uitnodiging om dit webinar te mogen verzorgen. De webinar Balance in Inspiration and Obligation. Ik heb een presentatie voor u gemaakt. En die gaan we nu doorlopen. U zult misschien niet zoveel woorden, maar vooral beelden zien in deze presentatie. Mijn introductie is daarnet heel mooi gedaan door Tirsa. En ik wil daar gewoon wat bij vertellen. U ziet in het midden de Slide Edge. Dat is dus de organisatie van waaruit ik werk. Maar voor die tijd was ik zeker... Laat me zeggen, in totaal al ben ik meer dan 30 jaar actief op het gebied van human resources. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en ook documentatie en archieftechnologie. Maar met name mijn belangstelling voor de mens in het werk heeft gemaakt dat ik de human resource richting heb gekozen. En ik heb dus in Nederland gewerkt, ik ben daar geboren en opgegroeid en de helft van mijn zakelijke carrière heb ik in Nederland doorgebracht. En nu ben ik alweer 22 jaar in Suriname, waarbij ik de eerste 5 jaar werkzaam ben geweest bij de ABN AMRO RBTT. En toen dacht ik moet het anders gaan doen. En toen is de Slide Edge ontstaan. En de naam zegt al dat het... ik van mening was dat ik niet gewoon een consultancy wilde starten, maar ik wil een klein verschil maken in aanpak, wat vanuit mijn filosofie en vanuit de Slide Edge filosofie een groot verschil in resultaat maakt. En dat hoop ik in deze presentatie aan u te kunnen, beter te kunnen toelichten. Wat zal ik nog meer toelichten? Want het is gezegd, u ziet hier de talentmotivatieanalyse. Ik ben dus partner en certified professional om assessments af te nemen van mensen die ofwel zelf willen weten wat hun krachten zijn, of door de organisatie worden voorgedragen voor een functie, voor een ontwikkeling. En die organisatie wil nagaan of de mensen de potentie hebben om de competenties te realiseren. En dat is een hele interessante invalshoek. We kennen competenties, we hebben het vaker erover. Maar waar we vaak niet over praten is dat je een bepaald persoonlijk talent dient te hebben om een zakelijke competentie te kunnen realiseren. Het meest simpele voorbeeld wat ik graag aanhaal. Als we iemand willen die customer-oriented is, want dat is de competentie van de organisatie, dan moet die persoon zelf als mens het talent hebben om te willen helpen, hulpvaardig te zijn. Als je van binnenuit niet hulpvaardig bent en graag mensen een plezier wil doen, dan is customer-orientedness iets wat je alleen met je hoofd doet. En dan worden het kunstjes. Nou, dat is heel in het kort de talentmotivatieanalyse. En daar ben ik nu al 9 jaar... dus partner van in Suriname. Dan stap ik over naar... Laat me eerst even de Rotary hier rechtsonder. Ziet u het logo van dit jaar van de Rotary? Maar ik ben inmiddels al 15 jaar Rotary member. U weet het, wereldwijde organisatie die community service en andere diensten doet. Service above self, om de samenleving te helpen waar mogelijk is vanuit onze eigen disciplines en deskundigheden. Dan stap ik over naar
be you. Toen ik in Suriname aankwam, dacht ik, ik heb het moeilijk, laat me zeggen moeilijk, maar in Nederland als niet-witte Nederlandse, heb ik me moeten leren staande houden. Je moet kijken, wat wordt hier van je verwacht? Wat is, hoe ga ik groeien? Hoe kan ik in organisaties mezelf ontwikkelen? Welke eigenschappen moet ik verder ontwikkelen? En dat heeft mij gemaakt tot een vrij zelfstandig persoon. Dan kom ik in Suriname en dan wordt mijn vrije zelfstandigheid eigenlijk soms een beetje gezien als eigenwijsheid. En dan snap ik dat niet. En waarom wordt er naar me gekeken alsof ik anders ben? Wat is het probleem? Ja, wat haar van me is natuurlijk al, u moet zich voorstellen, in 1998 kom ik met mijn kleine draadjes naar Suriname, wat voor mij heel normaal was. En plotseling krijg ik vragen als, werkt u bij de bank met dat haar? En ik denk, wat gebeurt hier? In dit land waar ik naar verlangd heb om weg te gaan van die multiculti toestanden van Nederland. Ik ben in Suriname, heerlijk. Nee, ik ontdek dat ik nu in een samenleving ben waarbij we van elkaar verwachten dat we ons aanpassen aan de norm. Dat we vooral niet ons nek uitsteken, maar vooral doen wat van ons verwacht wordt. En toen dacht ik, dat is heel moeilijk om dan jezelf te zijn. In mijn workshops heb ik een foto van mezelf op mijn middelbare school. En dan sta ik in het midden van de foto. Op dat moment had ik niet in de gaten dat ik zo was gesituationeerd. En ik ben de enige, laat maar zeggen, Surinaamse. In Nederland zeggen we de enige zwarte persoon. En doordat ik de enige was, nou ja, dan ben ik gewoon mezelf, rekening houdend met waar ik ben. Maar ik kan niet opgaan in de massa. Ik wil ook niet opgaan in de massa. Maar dan kom ik in Suriname en dan wordt er wel van de mensen verwacht. En ze plaatsen zichzelf ook daar dat ze opgaan in het geheel. En vooral niet moeilijk doen. Dus toen dacht ik, het is veel uitdagender om in Suriname jezelf te zijn dan in Nederland. Dus daar moeten we wat aan doen. Be you. En het is gewoon mijn stokpaardje. En bij alles wat ik doe, ligt be you aan de basis. Ook in die workshop waar we straks mee beginnen, eigenlijk is het al begonnen. Wees jezelf. Want als je jezelf bent, maar als je jezelf kent en vervolgens jezelf bent, dan praten we op een andere manier over balance. Daar kom ik straks. Dus dit was de TMA, dit was Be You. Laten we het hierover hebben. Ik heb inderdaad een boekje geschreven. Ik zeg zelf veel te bescheiden dat het een boekje is, zeggen andere mensen. Maar ik zou een dikker boek willen schrijven, dus dat gaat nog komen. We Move Clouds, waarbij in die periode we staat voor women entrepreneurs. Dat is vanuit de gedachte dat ondernemende vrouwen, en niet alleen vrouwen die een eigen bedrijf hebben, maar ondernemende vrouwen can move clouds. We have to believe in who we are and what our possibilities are. We can move clouds. En dan is de ondertitel How to be fearless, fierce, to become fabulous. Want we hebben allemaal in ons die mate van fabulousness die we kunnen inzetten als we weten wie we zijn, wat we kunnen. En als we geloof hebben daarin. En daarnaast ziet u dan het symbool van FFF. Dat is dus een fierce lady. Ik kom daar straks ook op terug. Dus die is speciaal ontworpen voor de FFF World. Wat ik dus inzet in mijn activiteiten. En vooral ook komt dat tot uiting bij de Women Entrepreneurship Day activiteiten. Die jaarlijks worden getoond, met name aan het eind van het jaar, omdat dan Women Entrepreneurship Day is. Dus de afgelopen 5 jaar heb ik die functie mogen vervullen van ambassadeur. En samen met een groepje andere ondernemende vrouwen, ik zag een van de vrouwen hier in de groep, Claire Antonius,
die heeft ook in die activiteiten een belangrijke rol gespeeld met Organize. We hebben geheel vrijwillig, onbaatzuchtig activiteiten ontwikkeld om vrouwen te empoweren to reach their potential. Goed, dan heb ik die gehad. Dan gaan we naar Explore Your Talents, Color Up Your Life. Be You is voor mij als persoon, heeft het te maken met hoe ik in het leven sta en hoeveel ik van kleur hou. Ja, dus als je weet wie je bent en wat je kan, en in mijn geval heeft dat vooral te maken met hierboven domestic pearls. Ik maak sieraden en dat is, en dan kom ik op balance in inspiration en obligation. Domestic pearls is my inspirational side. Ik heb een talent, ik ben heel creatief. Ik ben niet zo gestructureerd, dat is een, wat ik vroeger altijd dacht, een handicap. En waarvan ik nu denk, en dat ga ik u straks ook beter uitleggen, nee, het is een talent. Alles wat we in huis hebben zijn talenten. Dus dat ik niet zo gestructureerd ben, is een talent. Want als je heel erg gestructureerd bent, wat ook een talent is, dan doe je weer andere dingen. Dan ga je niet zoals ik zitten friebelen met stukjes stof en kleine dingetjes en oorbelletjes maken, armbanden en ik heb niks hier om me heen gezet. Even. Alles wat ik doe, kleed ik aan. Alles krijgt een kleurtje en alles wordt gewoon, I color up my life. Dus zoals ik in elkaar zit, is het leven soms een beetje saai en eenlijnig. Ja. En dan moet er een beetje kleur komen. Natuurlijk zal ik het af en toe overdrijven. En we praten over balans. Maar dan moet er wat kleur komen. En dat is dus heel belangrijk. Explore your talents. Weet wie je bent. Weet wat je kan. En color up your life. Zet je talenten in. Niet alleen aan de obligation kant. Maar ook aan die inspiration kant. We komen straks erop terug. Dan de laatste die ik hier heb opgenomen. Ik ben het thema van Wink vergeten hierbij te plaatsen. Dat is dus wat was het weer? Women Innovative Network Caribbean. Daar ben ik in getraind. En ik heb een project met vrouwen daarin begeleid om hun entrepreneurship, hun ondernemerschap te versterken. En af en toe doe ik dat natuurlijk nog steeds. Maar dan komen we bij Mad to Mac. Make a difference to make a change. Ik kan u zeggen dat ik in het jaar 2019 absoluut niet in balans was. Zoals ik vind dat balans eruit moet zien. Ik was niet in balans. Er gebeurden allerlei zaken die mij helemaal van me apropos haalden. Privé, zakelijk, de economische situatie in het land. Niks ging vanzelf. Overal moet je moeite voor doen. Ik heb twee geweldige kinderen mogen opvoeden. Ze zijn nu niet meer in huis. Die ene is naar Nederland vertrokken. Die andere woont momenteel in Nigeria. En ik moet zeggen dat het niet altijd van een leien dakje liep. Vandaag ben ik bijvoorbeeld wel weer in een hele trotse stemming. Ik heb gisteren zitten hier bij mij in de woonkamer en plotseling hoor ik mijn zoon's stem op televisie. Want hij heeft in Nederland in een serie een gastrol gehad. Dat is al in Nederland al zeker 2 jaar geleden. Maar die serie, Mokko Mafia, wordt nu in Suriname uitgezonden. En ik volg het niet, want ik zat hier achter mijn computer aan deze webinar te werken. Maar plotseling hoor ik zijn stem. Dus ik spring op. Ik heb snel nog even een filmpje gemaakt en ik was weer helemaal trots. Want mijn zoon is acteur. Dan moet u zich voorstellen dat je vooral trots bent op de momenten dat hij acteert. En op die andere momenten heeft hij geen geld. Dan belt hij elk ogenblik. Dag ma, hoe gaat het? Kou van je? Oké, dan weet u hoe het blijft zover. Dus dat soort zaken haalt je uit balans. En toen dus 2020 begon, dacht ik, dit jaar gaan we het anders doen. En in januari, op 6 januari, heb ik Mad to Mac, Make a Difference to Make a Change vastgelegd.
En ik gebruik het in mijn consultancies. Ik doe vooral begeleiden bij veranderingen. En ik ga ervan uit, je moet bij jezelf beginnen. Als je een verandering wil, ga bij jezelf na. Op dagelijks niveau, how can I make a difference? Dus tot en met, zeker tot en met 13 maart, was ik zeer actief making a difference. Met simpele dingen. Als ik iets ging doen en ik dacht aan make a difference, dan dacht ik, maar hoe kan ik het anders doen? Om andere resultaten te bereiken, moet je dingen soms anders doen. Dus dan kunnen het hele gekke kleine dingen zijn. Maar I want to make a difference and I want another result. Toen ontstond Mad to Mac, make a difference to make a change. En toen kwam corona. Ik kan u zeggen, ik zeg het nu met een zakkende stem, maar denkt u heel goed na. Het is een schokkende ervaring. Het is iets waar we mee geconfronteerd worden, niet op voorbereid waren en waar we mee moeten dealen. Er zitten onderdelen bij waarbij we getroffen kunnen worden met zaken waar we volledig machteloos in zijn. Maar in de loop van de periode dat COVID nu aanwezig is, ben ik er toch anders in gaan staan en doe ik mijn best om dat gevoel vast te houden, want het lukt me niet elke dag. Als we ervan uitgaan dat COVID 100% mensen kan aanraken, dan zullen daar, begrijp ik uit de informatie, 80 doorheen gaan, 20 kunnen ziek worden, laat me zeggen 10 kunnen heel ernstig ziek worden, waarvan er, ik verzin de getallen hoor, maar het gaat me om het symbool. En 2 kunnen helaas komen te overlijden. En dat heb ik moeten meemaken in mijn omgeving, dat ik inderdaad 2 mensen vrij dichtbij heb ten onder zijn gegaan aan COVID-19. Maar die anderen zijn er nog. En zoals we straks verder in de webinar zullen bespreken, kunnen we ons niet alleen maar richten op dat wat niet goed is gegaan. Omdat er zoveel wel goed gaat. En ik ga u op een gegeven ogenblik de vraag stellen, hoe zijn uw gedachten geordend? Negatief of positief? Half vol glas, half leeg glas. Maar dit is mijn introductie van vandaag. Als ik me nu moest introduceren voor een organisatie van deskundige HR-ondernemers, dan krijgt u een andere introductie. Mevrouw Tosca Pinas heb ik mogen verwelkomen in een seminar afgelopen maandag. En toen heb ik dit verhaal niet verteld, omdat ik daar in een totaal andere ambiance was. Toen ging het over human resources na COVID. En dan stel je andere facetten van jezelf voor het voetlicht. Dat geef ik u ook alvast mee. U bent niet een persoon met maar 1 kant. Ieder mens heeft verschillende facetten. Ieder mens heeft alles in huis om de eigen doelen te bereiken, maar moet die van zichzelf kennen om te weten wat moet ik hierin zetten. Ik kan niet over mijn kettingen gaan zeuren, want dan heet het namelijk zeuren, tijdens een zakelijk seminar. Niemand is geïnteresseerd in mijn oorbelletjes. Ik hoop jullie wel hoor. Dus, maar dit, in dit geval hoort het bij in balans zijn. Maar als u dit allemaal ziet, dan begrijpt u dat ik dus heel druk ben, heel actief. Ik zit te weinig stil. Ik neem te weinig tijd voor mezelf. En daar ben ik constant mee aan de gang. U kent die uitdrukking. Ik weet niet hoe ze het doet. En dat zal waarschijnlijk ook een uitdrukking zijn die op u van toepassing is. U herkent de plaatjes. Rechtsboven, uw hoofd is vol met alle verantwoordelijkheden. Linksboven, in het midden, bovenin, bent u bezig te... snel het huishouden op orde te maken om te kunnen doen wat gedaan moet worden. Links ziet u het niet meer zitten. Die telefoon gaat onophoudelijk en die laptop die blijft open.
En vooral als we het over COVID hebben, ik heb nu veel thuis gewerkt. Mijn laptop is heel de dag actief. Mijn telefoon gaat constant met apps en mailtjes. Die andere foto hier, ziet u hoe die dame de hoofd alle kanten uitgaat. Rechts van het midden is iemand aan het rennen om ervoor te zorgen dat de thuissituatie en de werksituatie en de boodschappen op orde zijn. En dan zien we helemaal beneden, laten we daar direct naartoe gaan, hoe je 's avonds uitgeput achter je bureau omvalt. Want dan hebben we het eigenlijk allemaal gehad. Oké, dit is de introductie van mij en dit is het begin van de workshop. Balans. Hoe pakken we aan om in balans te zijn? Hoe gaat u het doen? Hoe doet u het nu? Maar ik wil u eerst vragen, hoe voelt u zich nu? Even hoor, ik zoek even aan de onderkant van het beeld, omdat ik u even nu een vraag wil stellen waar u direct ja of nee op kan zeggen. Als ik u nu vraag, hoe voelt u zich? We gaan een workshop hebben, het is nu al 11:11, dat is mijn lievelingsgetal, meestergetal, is een bijzonder getal, dus ik vind het heel bijzonder dat ik op dit moment kijk hoe laat het is. Het geeft me spirit. Als ik u mag uitnodigen om op uw scherm op het beeldje participants te drukken. Dus als u daarop drukt, dan ziet u de namen van mensen die er zijn. En onderaan ziet u een aantal mogelijke knopjes. En ik ben geïnteresseerd in die eerste twee. Die ene is ja, en die of yes, en die andere is no. Mijn eerste vraag is, bent u vanmorgen goed opgestaan? Yes or no? Voelde u zich lekker toen u opstond? Dat bedoel ik met goed opstaan. Nou, ik ben super blij dat ik zoveel mensen zie die yes zeggen. Maar ik ga me vooral concentreren op die ene persoon die no zegt. Want we gaan dat gevoel eruit moeten halen. En dat is de manier waarop ik in dit seminar zoveel mogelijk u wil betrekken, dat u mee kan denken en in kan gaan naar uw gevoel. Want dat is iets wat we vaak te weinig doen. Denken aan hoe we ons voelen. We denken alleen maar aan wat we moeten doen. Dus ik ga u vaker korte vraagjes stellen. Het is al aangegeven door mevrouw Terza. Als u vragen heeft zelf, kunt u die in de chat opgeven. Maar als u iets wil vragen waarvan u denkt, ja, maar daar wil ik echt direct een antwoord op, dan kunt u ook, ga ik even zoeken, naar, op uw scherm zoeken naar, waar zijn die handjes? Volgens mij, nou ergens, ik wil nu niet de boel ophouden omdat ik niet meer weet waar die handjes zijn, maar ergens kunt u uw hand opsteken, waardoor u in beeld komt en dan kan Terza of een van de andere mensen mij waarschuwen dat er iemand een vraag heeft die direct beantwoord zou moeten worden. Misschien is het hier. Nou, ik kan het zo snel zelf niet vinden. Maar dat is dus de bedoeling. U moet niet alleen naar mij luisteren, maar u moet vooral ook met me meedenken. Goed. Reina, ja? Er is een vraag. Ja. Okay. Mevrouw Wartes, die heeft een vraag. Ga jij die stellen of gaat mevrouw Wartes hem zelf stellen? Mevrouw Wartes. Dank u wel. Ik had een vraag, ja, want u heeft het net gehad over HR na COVID en dat het een seminar is geweest. Yes. Ik wil vragen, gaat u het 1 nog een keer doen of 2 is er een vervolg? Want ik heb dat gemist en ik zou daar helemaal aan willen meedoen. De volgende keer. Goed, ja. Ik heb in juni een enquête gedaan om te weten wat leeft er bij de HR-mensen over
hun werkwijze na COVID. Ik noem het de nieuwe realiteit waarin we terechtkomen. Sommige mensen zeggen het nieuwe normaal. Maar ik voel daar niet zo voor. Het is een nieuwe realiteit dat er heel veel op ons afkomt. We leren nu dat er allerlei, zoals ik het al eerder aangaf, onverwachte gebeurtenissen kunnen komen. En die enquête heeft ook uitgewezen wat voor aandachtspunten daar moeten worden opgepakt. En afgelopen maandag was dus inderdaad de eerste seminar. Maar ik heb daarin ook aangegeven dat we dat zeker opnieuw gaan doen, omdat er heel veel uitdagingen liggen. En als u uw naam in de chat opneemt, dan zorg ik er zeker voor dat die uitnodigingen dan op tijd binnenkomen. Geldt natuurlijk voor iedereen die mee wil denken of wil leren. Hè, want we leren van elkaar. In de situatie waarin we terecht zijn gekomen, zijn er geen kant-en-klare oplossingen. Iedere organisatie is anders, ieder mens is anders. Dus praten over de uitdagingen is een soort kruisbestuiving, zeggen we dan. We leren van elkaar en we leren aan elkaar. Dus dat gaat zeker gebeuren. Ik kijk uit, we zullen elkaar ontmoeten. Ja, dank u wel voor deze vraag. Goed, dan kom ik namelijk bij het volgende punt. Even mijn aantekeningen weer erbij halen, zodat ik niks over het hoofd zie. Zoals ik al zei, ik ben niet altijd zo georganiseerd, dus ik opvang dat op door heel veel op te schrijven. Balans. Wat is balans? Balans is voor iedereen anders. Want ik zeg u, ik ben druk. Ik ben altijd tot op het laatste moment nog met zaken bezig. En op een of andere manier blijkt dat toch mijn balans te zijn. Als ik alles heb gedaan, dan zit ik toch nog op mijn stoel en denk ik, oké, wat moet ik nog doen? Wat moet ik nu gaan doen? Dus wat voor mij balans is, hoeft voor u geen balans te zijn. En soms vergeet ik het zelf hoor, dat ik gewoon zo in elkaar zit. Dus als ik u nu vraag, en zeker degene die niet zo goed is opgestaan, ik kijk eventjes naar iets anders. Ik heb een aantal polls, dus ik wil even kijken welke poll nodig is voor dit moment. Alhoewel, dan doe ik het straks. Laten we eerst beginnen ons lichamelijk wat beter te voelen. Mag ik u vragen om even de thuissituatie los te staan en even stil te zitten bij uzelf? Stilstaan bij uzelf is één, maar in dit geval wil ik graag dat u even stil zit. En even de schouders laat zakken. Gaat u lekker op uw stoel zitten, een beetje rechtop. En laat uw schouders zakken. Want ik weet van mezelf, en als ik het heb, dan hebben anderen het ook, dat ik vaak die schouders zo gespannen hou. Maar nee, laat ze zakken. Wiebel uw hoofd. En kom tot uzelf. Sta stil bij uzelf. Laat alles wat thuis is, thuis. Laat alles wat aan het werk is, op het werk. En u bent hier voor u. Dit is eigenlijk, bent u nu in me-time. U bent met zichzelf bezig. Kunt u zich voorstellen dat de voorbereiding van dit seminar voor mij ook al me-time was? Want ik kon helemaal duiken in alles wat ik nodig heb om voor mezelf in balans te zijn. Het is namelijk heel belangrijk om in balans te zijn. Ook al weten we niet altijd wat het is. Heel bijzonder. Ik was ermee bezig en ik dacht, alles wat ik doe, komt ook uit mezelf natuurlijk. Het is geen theoretisch verhaal. Het werk waar ik me gelukkig bij voel, is het echte leven. En dus dan ga je bij jezelf na van, hoe is mijn balansreis geweest? Hoe was uw balansreis? Die van mij begon gewoon met angst. Je bent klein, je wil vooral niks fout doen. Dus angst betekent dat je doet wat je denkt wat je moet doen. Een heel eerste herinnering die ik echt heb was, ik mag niet aan de oven komen als die aan is.
Ik had toen nog niet voldoende angst voor dat stemmetje van mijn moeder. Later is dat gegroeid. Op dat moment had ik zoiets van, nee, het is veel spannender om te weten, wat is dat ding? En toen ontstond de angst, want ik ben het wel aan gaan raken. En toen ik het had aangeraakt, heb ik mijn vingers gebrand. En dus heb ik sindsdien een angst voor vuur. Om het aan te raken, niet om naar te kijken. Maar zo begint het. Je begint te kijken, hoe kan je jezelf veilig houden? Wat ik heb opgeschreven. Waar wij vrouwen vooral over praten, is dat we in balans willen zijn. En terwijl ik aan het werken was, dacht ik, maar hoe doen mannen dat dan? Want waarom hebben we bij vrouwen vooral dit onderwerp? En toen vroeg ik het aan mijn man. En die zei, dus ik zei van, ben je in balans? En hij keek me echt zo aan van, hoe bedoel je? Ik zeg, nee, maar hoe voel je je? Ik zeg, voel me goed. Ja, maar is dat in balans? Hij zei, ja, dat is balans, want ik heb geen stress. Ik voel me vrij. En ik heb niks nodig om me meer of minder te voelen. En de spreuk die ik van hem heb opgeschreven is, als je zegt dat je je goed wil voelen, betekent het dat je niet in balans bent. Dat is het enige wat hij erover zei. Dus het begint bij de gedachte, hoe voel ik me? Voel ik me goed? En dat is eigenlijk het enige wat ik als balans wil noemen. Ik ga niet zeggen, u moet dit doen en dat doen, dan bent u in balans. Het gaat erom dat u... Het gaat erom dat u bij zichzelf weet, u bent genoeg, you are enough, you have enough, you do enough. Breathe extra deep, let go and just live right now in this moment. Meer moeten we niet erbij gaan invullen. Als een situatie zich voordoet, moet u nagaan wat u op dat moment moet doen om door die situatie heen te gaan. En u moet van binnen altijd weten dat there is no such thing as work-life balance. It's all in life. The balance has to be within you. Alles wat op u afkomt, het gaat erom hoe u ermee omgaat. Het gaat erom of u voldoende beseft hoe belangrijk u bent en wat u nodig heeft om op dat moment in die rust te zijn. Als er zich iets voordoet waar u niet direct op kan reageren, ga niet piekeren over mijn gunst, ik kan niet reageren. Oh, mijn gunst, en wat gaat er straks gebeuren? Neem geen voorschot op wat mis kan gaan. Want stress leidt tot allerlei zaken waar we helemaal geen zin in hebben. Dus, wat is balans? Ja, voor de een is het A en voor de ander is het B. Het belangrijkste is, het gaat erom wat je van binnen voelt. Oké. Dan heb ik wel nu een poll. En dan wil ik even vragen om die in te zetten. Maar ik kan even uit mijn hoofd niet weten of dat nummer 1, 2 of 3 is. Dus, oh wacht, ik zie hem al. Poll nummer 2 zou ik willen vragen om nu op het scherm te komen. Ja, daar is hij. Is geweldig. Dit is een paar vragen, krijgt u. En ik wil graag dat u ze even leest en even bij uzelf nagaat hoe u zich daarbij voelt. Gewoon aanklikken per vraag. Bijna altijd, meestal, soms, af en toe of nooit. Ik weet dat dit zijn een aantal punten, dus ik geef u daar wat extra tijd voor. Want dit heeft te maken met de verschijnselen van stress. Als u zegt, u bent altijd moe, of heeft altijd het gevoel dat u moe bent. Als u dat alleen heeft, een keertje, is het niet zo erg. Maar als u merkt van het wordt eigenlijk vaak, dan moet u even stil gaan staan bij uzelf. Dan is het tijd om uzelf weer belangrijk te vinden. En
Even kijken. Ja, u mag in die chatbox invullen wat u maar denkt. En kijk, ik ga straks zien bij hoeveel mensen dit voorkomt, maar u gaat bij zichzelf nu ontdekken en even stilstaan bij hoe u zich voelt. Bent u snel geïrriteerd? Heeft u vaak pijntjes? Zit u eigenlijk heel de dag? Niet omdat u lui bent, maar omdat u achter uw laptop zit. Dat is een uitdaging voor mij. Heeft u wel persoonlijke hobby's? Als we praten over inspiration en obligation, dan gaat het erom, wat is uw inspiration? Waar voelt u zich happy en gelukkig bij? Even kijken hoeveel mensen hebben gereageerd. 12 mensen van de 7, dus 40%. Ik wacht toch nog even tot het iets boven de 50% is. En degenen die op dit moment niet aan die poll mee kunnen doen, denk er gewoon even over na. Sta daarbij stil. Het is zo belangrijk om bewust te zijn van wat er gebeurt. De uitdrukking die ik daarbij gebruik is: conscious choices leidt tot conscious consequences. Dan ga je niet gewoon maar door het leven en dingen gebeuren en je vraagt je af van, nou, wat is dit en hoe komt het? Nee, wees bewust bij wie u bent en wat u doet. Oké, nog even. Nu hebben 54. Ik heb het gevoel dat er toch nog mensen bezig zijn, dus ik wil hem niet direct stoppen. Nee, maar ik denk dat we hem nu kunnen stoppen, want er komt niemand bij. Dus ja, even kijken. Ik vind het moeilijk om me ontspannen te voelen. Af en toe. Af en toe is natuurlijk, voor iedereen geldt dat. Maar met name de mensen, bijna altijd en meestal, begin een aantekening te maken. Meer me-time. Hier moet er aan gewerkt worden. Dit is een kort seminar. Dit is niet het antwoord op al uw zaken. Maar dit is een signaal, een symptoom, wat u gaat nu noteert. Ik heb het gevoel dat ik niet genoeg tijd heb om alles gedaan te krijgen. Bijna altijd, meestal en soms, is zo herkenbaar. En wat zeg ik daarop? En ik weet niet of het straks komt, maar ik begin het alvast te zeggen. We eisen zoveel van onszelf. En als je veel van jezelf eist en veel op je neemt van vandaag moet ik dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. En het lukt niet, dan heb je bijna altijd het gevoel dat je niet alles hebt gedaan. Time management gaat niet over time. Het gaat over het managen van uzelf. Stel niet zulke hoge eisen aan uzelf. Zet uzelf niet zo onder druk. Komen we op terug. Ik heb moeite met in slaap vallen. Ook die kennen we allemaal. En ik hoop niet dat degene die hier weer zegt, bijna altijd, dat het elke keer dezelfde is. Ik hoop het echt niet. Want soms heb ik het ook, maar bijna altijd wil je dit niet. Actie, time for action. De mensen die je zeggen nooit, dat is geweldig. Ik ben nu ook even in een fase van mijn leven dat mijn hoofd het kussen aanraakt en ik slaap. Maar ik ken die andere fases ook, dat het blijft malen in mijn hoofd. Dus ik werk er constant aan om nee te zeggen, hoe moeilijk het ook is. Zodat ik rust heb in mijn hoofd. Ik ben ook wel op een leeftijd nu dat ik vind dat ik rust moet hebben in mijn hoofd. Maar eigenlijk had ik dat al 20 jaar geleden moeten doen. Maar oké. U voelt zich gevoelig en prikkelbaar. Af en toe mag het. Als u zich er maar van bewust bent en nagaat, wil ik zijn zoals ik nu ben. Maar als het een patroon wordt, actie, actie. Geen tijd voor persoonlijke hobby's. Maak tijd. Zorg dat u zichzelf aan uw creatieve kant ontdekt. En doe het. Doe het. En ik voel me over het algemeen relaxed. Ik hoop dat er toch mensen zijn die bijna altijd, yes. Van die mensen kunnen we leren.
In een andere setting zou ik hebben gevraagd, legt u me even uit, hoe komt dat? Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Want wij, van soms en af en toe, en zeker nooit, gelukkig is er niemand die nooit zegt, wij moeten daarvan leren. Dank u wel. Dat was de poll van dit moment. Dan gaan we weer verder. Organisatie, ik heb mijn telefoon, de tijd ben ik even kwijt. Dus als jullie me willen waarschuwen als ik moet stoppen, of 5 minuten voordat ik moet stoppen, graag. Goed. Be you, stay you. Oh, sorry, ik ging te ver. Dat is, ik heb het al een paar keer gezegd. Je moet jezelf zijn. Als we praten over balans, is de enige balans die er bestaat, is jezelf zijn. Weten wie je bent, wat je kan. Weten dat je genoeg bent, zoals ik hier linksonder een leuk plaatje vond. Ik heb al deze plaatjes gewoon geplukt van internet, moet ik u zeggen. En ze worden verder niet verspreid, enzovoort, enzovoort. Dus als er rechten op zijn, dan worden allemaal gelijk gedeliet. Maar ik ben erg blij met hun bestaan. Het plaatje linksboven, van die dame die zo de lucht inspringt. U ziet dat dat herkenbaar is in het BU-logo. Wat ik samen met een collega binnen mijn organisatie heb ontwikkeld. Want dat is echt het gevoel wat we willen hebben. Jezelf zijn, dan voel je je zo in de lucht springen met die armen zo wijd. En links van het bio ziet u een hartje. Het heeft met uw hart te maken. Volg uw hart, volg uw gevoel. Hierboven ziet u wat dieren. U kent die uitdrukking. Als je een... Is die vis er? Ik weet niet of er een vis. Nou, als je in ieder geval een aap vergelijkt met een olifant en hem afkeurt, dan voelt die aap zich altijd depressief, want hij voldoet niet aan de eisen. En dat is hoe we vaak in het leven staan. We willen voldoen aan de eisen die men aan ons stelt, die we denken dat aan ons gesteld worden. En er is een belangrijk verschil in leven volgens wat we denken dat van ons verwacht wordt en leven zoals we werkelijk zijn. Onthoud dat verschil. En waarom is het moeilijk om jezelf te zijn? En zo kwamen we bij How to be fearless, fierce and fabulous. Waarom kunnen we niet allemaal fabulous zijn? Het begint bij angsten. En het kunnen hele gekke kleine angsten zijn. Ik heb daar ook een aantal dingen, maar dat ga ik nu niet doen. Ik ga die gewoon voorlezen. Oh, ik krijg net een berichtje. Tenminste, Sherry, ik weet niet of wanneer het gestuurd heb. Maar... is vrij kort, dus ik ga heel snel verder. Ontdek wat uw angsten zijn. Angsten horen bij het leven. Angsten hebben een functie, ze hebben een doel. Maar wij geven die angsten te veel ruimte. We moeten niet voor ze wegrennen, we moeten ze omarmen. En als je ze omarmt en beseft, oké, dat is dus iets waarmee ik moet dealen, dan kan je eraan gaan werken. En als je eraan gewerkt hebt, maar weet dat het onderdeel is van je zijn... dan weet je ook dat het niet erg is. En daar gaat het om bij being fierce. Bij being fierce gaat het erom dat je je zwaktes kent. En ik noem het geen zwaktes hoor, maar zo is het spraakgebruik. Je weet waar je wel heel goed in bent en je weet waar je niet zo goed in bent. En het past bij wat bij jou hoort. En als je dat weet, dan ga je werken met jouw talenten. En dan kan je fabulous zijn. En dat verwacht ik dus eigenlijk van u allen, dat u gaat werken om een verandering te maken. Want u kunt de enige die die verandering kan maken, is dat bent u zelf. Ik probeer nu heel snel te werken, zodat ik alles kan vertellen wat ik wil vertellen. Dit is wat ons hindert. Die belemmerende overtuigingen die we moeten omzetten in ondersteunende overtuigingen. En we gaan die oefening nu niet kunnen doen, maar ik wil hem wel aan u meegeven. Pak snel uw boekje of een ander stukje papier en schrijf op wat u belangrijk vindt in het leven. Noem 1 ding wat u belangrijk vindt in het leven. Laten we gewoon het meest simpele nemen, jezelf zijn. Als voorbeeld van de oefening. Maar u kunt andere zaken invullen. Dus u schrijft op jezelf zijn, of whatever. De volgende stap die u maakt is, en hoe ziet uzelf zijn eruit? Welk gedrag betekent dat? Laat me verzinnen
Mezelf zijn kan betekenen dat ik gewoon in mijn eentje naar een feestje ga. Je hebt mensen die dat niet durven. Vroeger durfde ik het ook niet. Maar gewoon trek mijn mooie kleren aan en ik ga in mijn eentje naar dat feestje. Hoe gaat dat nu? Doet u dat? Dus ook met het doel wat u heeft opgeschreven. Doet u het al? Bent u tevreden over wat u daarbij doet? Nee? Wat heeft gemaakt, want dan komt het volgende, wat heeft gemaakt dat u het niet doet? Wat houdt u tegen? En dan kan ik u een hele lading dingen geven hoor. U bent te dik, u bent te dun, uw haar is niet in orde, u had vorige keer die jurk ook al aan, u houdt niet van de plek waar het gegeven wordt. Nee, dat is een verkeerde. Nou, in ieder geval allerlei belemmerende overtuigingen. U heeft geen vrienden. U kent niemand. Dan gaan we het omzetten in wat is de kracht dat u wil laten zien? En ik heb het nog steeds over dat feestje. U wilt binnenstappen, zelfverzekerd, enzovoort. En dan is de volgende stap, en ik ga dit even noteren, zodat u desnoods achteraf toegezonden kan krijgen. Welke ondersteunende overtuiging gaat uw inzet veranderen? Wat gaat u tegen zichzelf zeggen voordat u de deur uitgaat? Zodat u zelfverzekerd dat feestje binnenkomt. En dat is dan de ondersteunende overtuiging. Dan gaat u daar een affirmatie van maken. Als op het scherm heb ik staan, I can do it. Want u weet het, of u nou zegt I can't do it of I can do it, u heeft altijd gelijk. Dan gaan we naar bio, balance in inspiration and obligation. Dit heeft te maken in mijn geval met de linker en de rechter hersenhelft. Ik werk dus heel de dag met mijn hoofd en op een gegeven ogenblik ontdekte ik als ik 's avonds thuis zat, ging ik spelen met mijn lapje stof, met mijn van alles en nog wat. En dan kwam ik tot rust. En het mooie is, het maakt niet uit wat het resultaat is, want het gaat om het proces. De reis is belangrijker dan het einddoel. Want als ik het resultaat niet mooi vond, nou, dan haal ik het weer uit elkaar. Maar het gaf mij rust om op die manier bezig te zijn. Want namelijk bij obligation heb je targets en deadlines. En bij inspiration, you can just flow with your feelings and your intuition. Oké. Ik ga echt snel, want anders red ik het niet. Er is nog één ding wat ik namelijk wil doen. U moet zichzelf niet te veel opleggen. U moet leren om nee te zeggen. U moet een realistische planning maken. En u moet me-time. Echt me-time. Ik heb linksboven een ongezonde me-time. Maar ik vind het heerlijk als ik me echt heel beroerd voel en zielig. En ik denk nee, dan wil ik graag ijs eten. En een glaasje wijn kan ook. En dan vergeet ik even dat ik ook af wil vallen. Zorg voor me-time. Verzorg uw body. Blijf in beweging. Het is heel gek, maar in beweging zijn heeft op uw brein effect. Het is niet alleen voor uw body, maar het heeft ook effect op het brein. Gewoon lopen helpt tegen stress. Rustig lopen. Het blijkt namelijk dat uw gedachten wegvallen. Dan zeggen we be you. Heb een goed zelfbeeld. Ken uzelf, denk na over wie u bent en accepteer uzelf met alles wat u heeft of niet heeft. Maar neem verantwoordelijkheid voor de dingen die u wil veranderen. Wel kritisch zijn, hè? Zelf accepteren wil niet zeggen dat als u ontdekt dat u lui bent, dat dat niet erg is. Nee, u moet wel weten wanneer u lui kan zijn. Want dan leidt het tot zelfverbetering, zelfbewustzijn en dan gaat u ook zichzelf waarderen. Want u weet waar u doorheen bent gegaan om daar te komen waar u bent. En met zelfwaardering ontstaat zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. En dit is mijn laatste slide. Ik ben door het laatste heen gevlogen. Maar ik wilde u dit wel allemaal meegeven. Dit lees ik nog even voor. Dit is waar we naartoe willen. U bent daar niet, maar ik hoop dat u daar ook naartoe wil. En hierover ga ik zelf ook meerdere webinars geven. Want er zijn meer mensen zoals u en ik die hieraan moeten werken. Want dit is wat we uiteindelijk willen. Dat we kunnen zeggen,
I am the symbol of how to be fearless, fierce, and fabulous. I know me, my strengths, and my weaknesses, and I'm proud to be me. I'm not afraid to follow my intuition, especially knowing that my inner power is immense and will get me through the challenges of life. Knowing my worth supports the belief that I will be able to realize my dreams and that I will achieve the goals in my entrepreneurial and personal life. I do not resist the flows of life and will keep trusting the higher powers that are much more than we are. So I know my personal fears and how to handle them, knowing I am fierce and fabulous and will have fabulous goals. Dank u wel. Hartelijk dank, Reina, voor deze inspirerende woorden. En ik weet dat we vasthouden, make a difference to make a chance, change. Sorry. Wat ik ook mooi vond, was dat de balans bij ons van binnen begint. En dat we zeker moeten gaan werken aan meer me-time. En daarmee ook beter alle kanten van onszelf kunnen laten zien. Ik wil even kijken naar de chatbox, want er waren daar wat opmerkingen en toch wat vragen bij, denk ik. De eerste vraag van mevrouw Wartes, die was al beantwoord. En dan hadden we nog de opmerking van Barty. Zij zegt ook, we gaan ervoor met to Mac. En ook naar Omi Wartes, die geeft ook aan, met to Mac, I love it. Priscilla Telting, die zegt, ik heb geloof in Mac. To Mac. Dus je ziet het, de dames houden dat zeker vast. Truus die zegt, Reina, I think that it depends on the situation, the importance of the situation and where you are in life or in your career. Dat wordt aangegeven. Ik weet niet of er in de tussentijd nog wat vragen zijn van mensen, van de deelnemers. Mag ik even reageren op het hangt er vanaf op het moment? Het eigenlijk maakt het voor mij niet uit welk moment. Wat uitmaakt is hoe diep je moet zoeken in jezelf om je door dat moment heen te helpen. Maar dat je ook in moeilijke dingen grote resultaten kan hebben als je vertrouwen hebt in jezelf. Dat wil ik wel meegeven. Mm-hmm. Tuurlijk, er kan voor alles op je pad. Maar zelfs in de moeilijkste tijden, als je bewust bent van wie je bent, dan weet je ook van, oké, voor vandaag kan ik het niet aan. Want dat is niet erg. In balans zijn wil niet zeggen dat je niet in je bed ligt te huilen. En het niet zitten. En die ruimte moet je jezelf geven, maar het is tijdelijk. En dan ga je verder. Klopt. Ik moet even nog Reina, want er zijn nog een aantal mensen die wat hebben toegevoegd. De een bedankt, die vond het super. Geweldige woorden, Reina. Ik hou ze vast, zegt een van de deelnemers. Truus zegt ook weer thank you. Caroline zegt hartelijk dank, Reina. Marita zegt, Reina, confronterend hoor, maar we gaan er naar werken. June zegt, inspirerende presentatie, mevrouw Reina, bedankt. Met to Mac, top. En Naomi Wartes die zegt, ik ben empowered om ook aan mezelf te werken, maar ook om me goed voor te bereiden als komende president van mijn chapter in GCI. En Joan Vrij die zegt, dank Reina, dank voor je inspirerende presentatie. Priscilla Telting die zegt, heel erg inspirerend Reina. Dat zijn zo'n beetje de verschillende reacties op je presentatie. Ook dank van onze kant. Er waren ook nog wat andere vragen. Er was een vraag van Naomi Wartes. Want we zijn nu een beetje gekomen in de vragenronde. En we zagen nog een vraag van mevrouw Wartes. Naomi Wartes, waar zij de vraag stelde aan mevrouw Pinas. Waar de statuten van de WIMEC op de website terug te vinden zijn. En of die wel op de website staan. Dus mevrouw Pinas, is het misschien mogelijk dat we dat even van u kunnen horen? Ja, van de organisatie wel. Van de moederorganisatie. Dus die kunnen als ze contact met ons opnemen, dan kunnen we die... Tirsa,
We kunnen ook kijken van hoe we die informatie dan kunnen geren. Dus, maar wat ik ook wilde zeggen is dat die National Chapter, dat het nog geen feit is. We zijn juist bezig om te zoeken naar geïnteresseerden om samen te denken over het opzetten van de chapter. Oké, prima. Mevrouw Wartes, het is dus even goed dat u, u heeft de informatie meegekregen waar u u kunt registreren. Dus als u dat nog even kan doen, dan kunt u samen met de dames van WIMEC daarover dat navragen. Ja? Er was nog even, er zijn nog een paar vragen. Of, eigenlijk wil ik toch even naar de opmerking en dat ging om de box. We zagen van Jenny Bromet, waarbij ze aangaf dat ze bedankte voor de box met lekkernijtjes. Chiquita Rizzo Mardono zei thank you for the box. Eliza Lila, die zei ja, lekker hoor, de goodies in de conferentiebox. Caroline Durachan, die zei bedankt voor de box met lekkernijtjes. En dus het is zeer positief ontvangen. En een mooie vond ik dat die box, dat werd aangegeven door Marita Kramp, dat de box een illustratie is van de balans, van een stukje balans. En dat vond ik een hele mooie, want we hebben daarin fruit, thee, water en lekkernijen. Dus daar zit ook een hele goede balans in. Geweldig. Dank je Marita voor je opmerking. Laten we even kijken of er nog wat opmerkingen zijn. Er wordt een dankjewel uitgesproken aan mevrouw Kotzebue en mevrouw Pinas voor deze informatieve presentatie. Ook aan Reina voor haar inspirerende woorden. Mevrouw Antonius die zegt dankjewel Reina, mooie presentatie. Jenny, heel leerrijk en goed toe te passen in ons leven. Dank je wel daarvoor. Anoushka Sonai die zegt dank je wel voor de inspiratie. Alle drie sprekers hebben een bijdrage geleverd aan een push voor ondernemen in Suriname voor vrouwen. Mooi geraakt. Dank je wel Merve voor je inspirerende quote. En Tosca, succes met de Suriname chapter. Er wordt ook gevraagd of de de registratielink gemaild kan worden en met de verschillende presentaties daarop. Dat zullen we zeker ook doen. En de mooie vraag die gesteld wordt, en zo zien we al nu al dat mensen het een prachtige webinar vonden, wanneer de volgende webinar is of een volgend evenement. En mevrouw Ver die zegt, all the power ladies, many thanks, great inspirations. Ik denk dat we hiermee echt aan het eind zijn gekomen helaas van een mooi webinar. Waarbij we een aantal sterke vrouwen aan het woord hebben gehad. Die ons vanmorgen een enorme boost hebben gegeven. En daar wil ik jullie allemaal nogmaals hartelijk voor bedanken. Dan wil ik toch de namen weer noemen. Merve Kotzebue, mevrouw Tosca Pinas en Reina Kolf. Maar daarnaast wil ik ook bedanken Marita Kramp, Eliza Lila en ons sustainability team. Sherry Frankel, Cheryl Polane en Afriel Cecilson. Die dit webinar tot een geweldig, denk ik, als ik het zelf mag zeggen, evenement hebben gemaakt. Ik wil u allen die hebben ingebeld en zich hebben geregistreerd ook nogmaals bedanken voor de tijd die u heeft genomen om hieraan deel te nemen. En we kijken zeker uit naar de volgende keer. En we sturen een mail uit naar degene die, of stuurt u een mail naar ons voor het feit dat u de opname kan verkrijgen. Voor we afsluiten, voor ik dat vergeet, we hebben nog één poll, dacht ik, waarbij we nog even de evaluatie wilde peilen van hoe u deze webinar heeft ervaren. Dus als u nog even online blijft om dat voor ons aan te geven, dan zouden wij dat heel fijn vinden. We hebben een paar vraagjes, maar hoe beoordeelt u het evenement in het algemeen? En vond u de besproken onderwerpen interessant en nuttig? En heeft het webinar u geïnspireerd om verdere acties te ondernemen om de empowerment van vrouwen, ik kan hem even niet lezen, Afriel. Sorry.
Ik zie hem niet volledig. Sorry hoor. Heeft dit webinar u geïnspireerd om verdere acties te ondernemen om de empowerment van vrouwen te ondersteunen? En welke andere onderwerpen zou u graag zien bij evenementen als deze? Dus als u even uw reactie daarop kunt geven, dan kunnen wij voor de toekomst dit meenemen om weer mooie webinars voor u te gaan uitwerken, om het maar zo te zeggen. Nou, ik zie al hele mooie resultaten natuurlijk. We gaan richting excellent. En dat is al heel mooi. Wat betreft de besproken onderwerpen, vond u het interessant en nuttig? En dat is ook weer fijn te lezen. Als we kijken naar de inspiratie die dit webinar met zich heeft meegebracht, dan zit dat ook vrij hoog, bijna op 100%, zitten we op 100%. En wat de onderwerpen betreft, zullen we in de chat, vanuit de chat, die zeker meenemen en daar naartoe werken. Ik zie alvast omgaan met conflicten in een mannengedomineerde sector. Dus ik denk dat dat zeker een hele mooie is. En misschien moeten we dan ook kijken of we niet een man moeten uitnodigen voor dit onderwerp. Maar daar komen we wel zeker uit. We nemen dat mee. Ik denk dat we, als wij u een mail sturen om u te bedanken, dat we daarin nog even het een en ander voor u zullen listen. Maar voor nu wil ik u nogmaals hartelijk dank zeggen en alvast een heel mooie werkweek verder toewensen. Stay safe en healthy. Dank jullie wel en tot ziens. Eerst zou wij kunnen ook eruit. Ja, u mag er ook uit. Oké, fijne dag verder. Dank u, hetzelfde. Mevrouw Kolf, fijne dag verder. Hetzelfde. Tot ziens, iedereen. Tot ziens. Doeg. Tot ziens al.